de yoghurtjes en de botertjes alvast neerzetten. Ja. Terwijl de meeste gasten nog slapen, is Maud al wakker. Samen met haar moeder maakt ze het ontbijt klaar. Lukt dat met drie? Ja hoor. Spierballen, hè? Meestal in het weekend, want door de week moet ik gewoon naar school en dan, ja. Maar nu heb ik vakantie, dus dan help ik ook door de week. Nou, de eitjes. En het hele gezin werkt mee. Terwijl Mauds vader de laatste reserveringen checkt, laat haar broer Luke de tuin zien. Die delen ze met alle gasten. Meestal zijn ze gewoon aan het lezen en is het gewoon rustig. Maar als er kinderen zijn, ja, dan, ja, die maken toch wel geluid. Soms is dat wel een beetje vervelend, maar soms ook niet. Het gezin woont zelf ook in het gebouw. En dat betekent dus dat ze bijna altijd gasten in huis hebben. Je leert ze ook wel van luisteren. We wonen ook met gasten in huis, dus daar moeten ze ook rekening mee houden. Hè? Dus gillen of schreeuwen of dat soort dingen. Of hele harde muziek. Ja, daar moeten ze toch rekening houden dat je met andere mensen in één huis woont. De gasten hebben soms niet in de gaten dat het gezin er zelf ook woont, merken de kinderen. Die gingen hier door de ramen kijken terwijl wij daar tv zaten te kijken. En ja, dat is wel vervelend, want ja, we zijn gewoon rustig tv aan het kijken. En opeens staat er iemand voor je raam aan het kijken wat we aan het doen zijn. Nu hadden we even in de keuken niks te doen, dus dan ga ik even handdoek opvouwen. Zo'n 10 jaar geleden begonnen de ouders van Luke en Maud met een bed and breakfast. De kinderen zijn dus bijna niet anders gewend. Meehelpen vinden ze best leuk, maar er zijn ook nadelen. Dat je aan het avondeten bent en dan komt opeens, ja, gaat opeens de bel of de telefoon gaat. Of man moet mensen inchecken. Ik kan niet zo vaak weg. Dat is wel vervelend. Ja, tijdens schoolvakantie zit weggaan er niet in. Dan is het juist topdrukte bij hen thuis. Maar gelukkig zijn er speciale regels voor kinderen zoals Maud en Luke. Zodat ze juist op een ander moment wel met z'n allen op vakantie kunnen. We mogen maximaal 10 dagen per jaar buiten onze schoolvakanties de kinderen meenemen. Het is wel aan strenge regels, maar het mag wel gezien het werk wat wij doen. En eigenlijk in alle vakanties druk hebben. En na dat harde werk hebben ze zo'n vakantie dan natuurlijk best verdiend.